Badder, ga jij maar eventjes lekker badderen. Hey mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Sims 4 video. Mijn naam is Jeremy en vandaag gaan wij verder met het prachtige leven van Jeremy en Miley Cyrus in het huisje Compilaties. Vandaag hebben jullie beloofd om een nieuw karakter te maken bij ons in het Sims leven. En er waren nogal wat verschillende comments. Er waren een paar comments die het heel erg eens waren met elkaar, zoals Gordon. En toen besloot ik Minecraft ook nog eventjes te kiezen voor Gordon. What the hell? In ieder geval, ik heb Gordon echt geprobeerd te maken. Ik heb het geprobeerd, maar Ik zal je zeggen, het leek echt nergens op. Ik heb de opname compleet verwijderd en ik heb Gordon ook verwijderd. Ik heb het gewoon helemaal aan de kant gezet. En ik dacht gewoon, ik ga wat anders proberen. I'm done. Waar ik ook mee zat te struggelen was dat Gordon, die was eigenlijk precies dezelfde carrière als Miley Cyrus. En dat is juist iets wat ik helemaal niet wil. Ik wil een andere carrière. Ik wil gewoon alle carrières afgaan. En ik wil niet dezelfde carrière nog een keer doen. Dus als jij voor de volgende keer nog een personage achter wil laten die ik moet kiezen bij de Sims om te maken en vervolgens daarmee te spelen, kies dan niet iets van de muziekcarrière, want die heb ik helemaal afgevinkt. Daar staat Miley Cyrus op en die hebben we niet meer nodig. Dus laten we nu maken. Tromgeroffel graag. Ik ga maken Butter Harry. En dat is niet zomaar omdat dat kan. Nee, maar dat is ook omdat dat eigenlijk de enige is die werd gereageerd met een andere carrière dan muziek. Echt iedereen die deed het met muziek. Ik weet, I don't know what. Maar als jij iemand wil kiezen, doe het dan eventjes uit een andere carrière, maar niet muziek. En sport nu, want sport is nu ook afgevinkt. Ja, dat vind ik wel een goeie. Dus we hebben nu zijn alledaagse kleding, zijn formele kleding, sportieve kleding, nachtkleding, feestkleding en zijn badkleding. Dus dit is Badder Harry. We gaan gewoon hem in ons huisje plaatsen. We staan in ons huisje en Badder Harry is ingetrokken en hij is gelijk geteleporteerd naar de koelkast waar hij al gelijk een tosti in zijn handen heeft, verdorie. En we gaan beginnen met het leven van Jeremy, Miley Cyrus en Badder Harry. De bovenste twee zijn nu afgestreept. Atleet hoef je niet meer voor te commenten en voor een entertainer hoef je ook niet meer te commenten. Dat valt onder muzikant en komiek. Maar dat vind ik ook een acteur. Die hoef je ook niet te noemen, eigenlijk. Misschien een acteur in zijn rol, dat kan wel. Schrijver, astronaut, techneut, geheim agent, crimineel, schilder, bedrijfsleven en culinair. Maar voor Badder gaan we vandaag atleet kiezen. Badder is erbij gekomen, dus we gaan eventjes het hele huis verbouwen. Want anders kunnen we natuurlijk Badder helemaal hier niet in ons huis kwijt. Nou, Jeremy en Miley staan daar alsof ze echt een of andere ramp hebben meegemaakt, want ineens is de hele... Het hele huis is ineens veranderd. Ik heb echt zoveel veranderd. Ik heb echt vette dingen gedaan. Laten we hier beginnen. Nou, en dan is dit de woonruimte. En dan hebben we hier mijn mancave. Er wordt nog veel grotere mancave. Maar laten we naar boven gaan, want ik ben echt trots op de bovenverdieping. Dit is de bovenverdieping. Hier zijn nog geen lampen, zie ik. Oh, en zij zijn echt gewoon letterlijk gewoon gelijk naar bed gegaan. We hebben echt nog maar 1356 doekoes. Maar we hebben ook echt gewoon super veel uitgegeven aan wat we hier hebben staan. We hebben één luxe badkamer gemaakt gewoon. Kijk, wat een vet bad. Dit is insane. Echt een vet bad. En dan hebben we hier Badder Harry sportruimte. Hij heeft tot nu toe gewoon de grootste ruimte hier zo in het hele huis. Dus hij kan eventjes gaan boksen. Want hij is een bokser. Dus hij kan boksen oefenen. Nu kan ik ook muscles gaan trainen. Bam! Eindelijk. Oké, maar Badder Harry die is bezig nu met lopen. Hij gaat nu eventjes kijken hoe die... Kijk hem dan. Hoppakee. Fitnessvaardigheid. Hij slaat één keer tegen die boksbal aan. Wat de hel? Jeremy is bijna jarig. Nee joh. Nee, ben ik nu al bijna jarig? Oh, het leven vliegt voorbij. Miley gaat naar werk. Ik weet niet wat Badder Harry aan het doen is. Die is nog gewoon aan het slapen daarna. Hoe gaat het koken? Het ziet echt niet uit, man. En geen enkele meloot. Kookt zo. Wat je? Hij heeft spierpijn. Oké, Badder Harry, was je handen. En ga maar sporten. Ja. 4 uur spierpijn. Dat noemt zich een echte bokser, hoor. Nou, ik ga een beetje beter Badder leren kennen. Want ik ken hem helemaal niet. Ik hoop niet dat hij mij volledig in elkaar slaat. Of recht in mijn gezicht slaat. Want dat zou natuurlijk helemaal niet mooi zijn. Oké, Jeremy, jij moet echt heel nodig naar de wc. Ga alsjeblieft naar de wc. Sorry, Badder, maar we moeten naar de wc. Badder, ga jij maar eventjes lekker badderen. Jeremy wil graag dansen op muziek uit de stereo. Nou, laten we dat eens eventjes doen. Dansen. Nou, Jeremy is weer helemaal tot rust gekomen. Helemaal mooi. Miley is gepromoveerd tot een open podiumzoeker. Ze verdient nu nog eens 13 euro per uur voor een totaalbedrag van 36 euro per uur. Ze heeft een volgende bonus van 451.
Goed gedaan, Miley. Miley die gaat eerst... Nee. Je gaat niet koken. Je gaat eventjes wat uit de koelkast pakken. Niet naar boven gaan. Je gaat eerst wat eten. Porsche pakken. Ga naar beneden. Energieke jog. Nou, hij gaat even joggen. Energiek joggen. Op zijn blote voetjes. Daar gaat hij. Jeremy, je hebt echt vet snel die plug-in gemaakt, man. Ga nog maar een plug-in maken. Op zijn blote voeten. Oh, dat voelt goed hoor. Ja, mooi. Nu ga ik samen met Badder ga ik boksen. Oh my god, boksen met Badder. Wat doe ik? Oh my god, hij sloeg echt één keer. Hij sloeg hem één keer. En hij heeft al een nieuwe vaardigheid. Dit is niet normaal. Eén keer. Oh, nou, Jeremy is er eigenlijk wel klaar mee. Dat snap ik ook wel. Dus ga jij maar eventjes nog een portie pakken van je portie. Badder wil graag met Miley kletsen. Ja, dat snap ik. Wat? Nee, verkeerde bed. Dit is jouw bed. En nu Miley eigenlijk zo in de chat is, wil ik het eigenlijk wel zo laten bij deze Sims aflevering. Vond je dit nou een leuke Sims aflevering? Laat dan alsjeblieft eventjes een like achter. Subscribe voor meer Sims. En volg me eventjes op Twitter, zodat je helemaal niks kan missen van altijd compilaties. Ik wil je nogmaals bedanken voor het kijken. En later. Oh, 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 oh